Ja, Jens, scoren, dat hoef je normaal gesproken niet te doen. Maar vandaag twee keer, wat zei je? Of is het toch één keer? Ja, nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik die eerste goal, die schampte ik echt heel lichtjes. Maar anders was hij er ook in gegaan, denk ik. Maar die tweede goal was zeker lekker, ja. Ja, je zet hem zelf eigenlijk op, hè? Ja, klopt. Ik krijg de bal achterin en ik dribbel in. En geef een balletje op Matthijs. Die geeft hem voor en dan komt er nog een klutsmomentje. Komt nog een keer bij Matthijs terecht en geeft hem voor en ik knik hem in. Ja, dat was een belangrijke, want je komt vroeg op voorsprong, maar het was bij rust gewoon 1-1. Ja, klopt. Ik denk dat het eerste half uur gewoon echt goed speelde. We hadden helemaal onder druk. We creëerden kansen. En ja, na die 1-1 die kwam redelijk uit de lucht vallen, vond ik. We waren het wel eventjes kwijt. Maar ik denk na rust hebben we het weer prima gedaan. Volgens mij hebben we geen kans weggegeven. Een keer een afstandsschotje of zo. En ik denk dat we terecht door zijn. Ja, die laatste wedstrijden voor de na-competitie, de laatste competitie, was Harkmaarse Boys een beetje wisselvallig. Maar het staat nu weer als een huis achterin ook, hè? Ja, nee, klopt. Ik denk dat het, toen was het ook, zat het ook met name met schorsingen, met blessures. Er waren veel wisselingen in het team en dat kwam gewoon door schorsingen en blessures, wat ik zeg. En nu spelen we weer een beetje met de vaste jongens. Natuurlijk missen we nog wel een paar jongens, maar ja, die jongens die er nu staan, die vullen het prima in. En vandaag hebben we gewoon als team hartstikke goed gepresteerd. Ja, ondanks dus dat je inderdaad wat jongens mist en tijdens de wedstrijd ook nog. Jij kreeg last, Matthijs kreeg last. Wat had jij last van? Nou ja, ik ga kop er wel aan en die aanvoerder van hun die gaat er als een idioot in. Die gooit zijn elleboog omhoog. Ja, de scheids dat niet gezien heeft, was gewoon een donkerrode kaart. Maar ja, gelukkig kom ik nog door. Ja, je wist hier, je moest winnen hè, na die wedstrijd van afgelopen woensdag. Hoe begin je dan aan een wedstrijd? Is dat anders? Nou ja, ik moet zeggen, afgelopen woensdag hebben we wel 1-0 verloren. Maar we hebben gewoon als team echt een goede wedstrijd gespeeld. Ik denk dat we 500% kans hebben gecreëerd. En dat geeft natuurlijk wel een hartstikke goed gevoel. En ik denk dat hun ook wel een beetje bang waren voor ons. Want zij merkten ook wel dat wij gewoon thuis echt de betere ploeg waren. En dat hebben we denk ik vandaag weer laten zien, dat we de betere ploeg waren. En 3-1 winnen en we zijn door. En nu tegen Lisse? Ja, zeker. Thuis hebben we daar een pak slaag van gekregen. Maar uit hebben wij hun weer een 3-0 gewonnen. Dus dat kan een leuk potje worden. Zin in? Ja, absoluut. Hier speel je als voetballer voor. Dit zijn de wedstrijden, spanning erin. Je moet winnen en dat is hartstikke mooi, man. Je vindt het niet erg dat je nog geen vakantie hebt? Nou ja, ik moet toch werken, dus dan kan ik naast net zo goed gaan voetballen. Nee, maar nog twee wedstrijden vlammen en dan hebben we lekker vakantie.